De film Cinema Paradiso gaat over de terugkeer van regisseur Salvatore naar zijn geboortedorp voor de begrafenis van zijn oude vriend Alfredo. Deze Alfredo bediende altijd de filmprojector in Cinema Paradiso in zijn geboortedorp. De rode draad in Cinema Paradiso is een filmspoel welke gevonden wordt in het archief van de oude cinema. Hierop zijn alle verboden en weggeknipte filmdeeltjes te zien waarin gekust wordt. De muziek voor Cinema Paradiso werd gemaakt door de Italiaanse filmcomponist Ennio Morricone. Veronica speelt voor u een stukje uit de film, bewerkt tot een solo voor altsaxofoon. De solo wordt gespeeld door Laurens Tieleman.